Jansen, klaar. Uitenhagen, 31-4 is nu sneller. Voor het eerst onder het schema van het wereldrecord. En hij nadert de grens, de magische grens van 13 minuten. Ja, dat kan hij gaan doen, want bij die wereldrecord is... Dat wereldrecordschema heeft Kempkes nu in handen. 13-0-0-0-0. Tijdens de wereldrecordrace reed Romme vanaf nu vooral 32ers. 32-3, 32-6 en 32-5. En wat zet Uitenhagen daar tegenover? Kijk eens, 31-15. Hij zit nu al een seconde onder het schema van het wereldrecord. En daar zou 1, 2, kunnen nog 3 secondes bij komen. Daar kunnen nog 3 secondes bij komen, een seconde per rondje. En zou je Romme verrot zijn gaan, zou Schepel zijn gesterven, zo blijft hij 4 overeind. Zo blijft hij technisch volmaakt rijden. Art Schenk was de eerste die de grens, de magische grens van 15 minuten doorbrak. Kijk eens. 11, 56, 44, 2 seconden en 4 tiende sneller dan het schema van het wereldrecord. Dat gaat lukken, dat gaat lukken. Hier rijdt een superman. 4 jaar geleden was het Gianni Romme die van een andere planeet leek te komen. Vandaag is het Uitenhagen die het onmogelijke presteert en op weg is naar een wereldrecord. Linksboven in beeld de tussentijd van Romme toen hij 13-0-3 reed. Daar zit hij dus heel royaal onder. Met 31-19 als rondetijd. Jonge, jonge, Jochem Uitenhagen, waar ben je mee bezig? Ongelooflijk. 31-2 is de rondetijd. Geeft Kempkes aan. Gaat hier Olympisch goud gehaald worden door Jochem Uitenhagen. In elk geval dat wereldrecord. De eerste man onder de 13 minuten. Dat moet toch gaan lukken. Heeft als richtpunt nu de Amerikaan Parra. Daar komt Uitenhagen. Wereldrecord. Ja, dat gaat hem lukken. Onder de 13 minuten. 12:58.92. Wereldrecord, Olympisch record, Nederlands record, persoonlijk record. Kortom, alles gebroken wat je maar kan breken aan records op deze afstand. Dit voelt wel heel perfect aan. Toen ik over de schreef van wauw. Zoals ik na de 25 meter zei, dit is niet genoeg, heb ik nu zoiets van... Ik denk dat ze het hier heel moeilijk mee gaan krijgen. Het is qua techniek misschien geen voorbeeld, maar het is qua karakter een... prachtige prestatie die Romme heeft verricht door zichzelf zo te overwinnen. Het gevecht met jezelf aangaan en dat gevecht winnen. En waar het dan toe leidt, dat zal de naaste toekomst uitwijzen. Beste tijd tot nu toe uiteraard. Een Olympisch record. 13-10-0-3. Hij heeft zichzelf overwonnen. Halverwege de race was er een moment dat het er de schijn van had... Dat Romme de handen moest werpen voor Jochem Uitenhagen. Die krijgt de felicitaties van de Belgische coach. En van wie niet? Zilver is er dus voor de kampioen van 4 jaar geleden. Die balorig de halve liet na zijn rit en nergens meer rekening mee hield. Maar wel gewoon de vice kampioen nu is. Goud en zilver. Twee Nederlanders op de podium. Was al een hele tijd bekend. Toen was er nog geen ontlading. Is die er geweest? Nou, ik heb hem wat ingetogen gehouden deze keer, maar het was minder spannend dan na een 1500 meter bijvoorbeeld. Maar wel, ik denk dat de ontlading vanavond al komt als ik me gewoon even realiseer wat er echt is gebeurd. Want ik probeer dat nu te realiseren nog steeds harder in de toekomst, maar het was bijna bijna perfecte race. En toen had ik al zoiets van, er gaan mensen het heel moeilijk mee krijgen. En dat blijkt ook wel, want er is ook niemand meer sneller geweest dan Gianni zelfs. Dus ik geloof dat ik met 12 seconden voor Gianni zit. En dat is natuurlijk gewoon een halve seconde per ronde. En dat ik heb is meer wel het gevoel van, dat ik iets gekregen heb vandaag. Het was voor mijn gevoel, die race was niet goed. En ik ben ook heel blij natuurlijk dat ik een medaille heb. Maar het is zo raar eigenlijk gelopen nu dat ik... constant gingen mensen rijden. Ik denk van die komen weer niet aan die tijd. Die komen weer niet aan die tijd. Heel raar. Ik vond het zo apart. Nee, ik heb gewoon tot het einde geprobeerd door te knokken om het me niet op te geven. Maar het was na 10 ronden al helemaal gebeurd. En dan probeer je nog een keer aan te pikken bij de Japanner. Maar tegen beter weten in. Gerard van Velden won goud op de 1000 meter. En we zagen dat Gerard van Velden jou opving. Ja. Gianni Romme.
The Olympic champion and gold medalist also representing the Netherlands, Joachim Oudehagen.